Leden van de werknemersorganisatie bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, zijn gisteren naar het regeringsgebouw getogen en hebben een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Dit gebeurde kort voor de aanvang van de ministerraadsvergadering. De leden hebben Brunswijk gevraagd om de uitvoer, het principeakkoord dat eerder dit jaar is bereikt, tussen de vakorganisatie en de overheid te bespoedigen. Dit houdt in dat de werkers een toelage uitbetaald zullen krijgen. De werknemersorganisatie bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek, WOABS, heeft op 12 juli jongstleden een principeakkoord getekend met de directie van de stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek. Echter heeft de goedkeuring door de Raad van Ministers nog niet plaatsgevonden. Het is daarom dat wij u naderen met het beleefd verzoek om als vicepresident uw invloed aan te wenden, zulks te doen plaatsvinden. Wij hebben op 13 oktober jongstleden reeds een brief bij u ingediend, maar jammer tot heden niets gehoord. Wij vragen u bij deze, als u het kunt bewerkstelligen dat de directie van de stichting ABS volledig mandaat krijgt, zodat na het tekenen van een cao de uitbetaling binnen 1 maand kan worden uitbetaald. De leden hebben de vicepresident gevraagd om zo snel als mogelijk in te spelen op de kwestie. De vicepresident beloofde de mensen dat de zaken binnenkort in orde komen. In ieder geval kan ik dat met de minister bespreken zo meteen. Jammer dat u zegt dat u al een brief heeft gestuurd en u geen reactie heeft gehad. Ik weet niet of de brief mij bereikt heeft. Oh ja. Die brief hebben we behandeld en voor financiële aandacht daarvoor gevraagd. In ieder geval vandaag ga ik het weer onder zijn aandacht brengen. Ja? Oké, dan horen jullie. Dan mag ik even een telefoonnummer zodat ik kan terugkoppelen. Oké. Nee, dan goed. Dan kom ik even. Oké. Brunswijk stelde het op prijs dat de bondsleden geduld hebben gehad en haar aandacht hebben gevraagd. Hij zou erop toezien dat de uitvoer van het akkoord bij de ministerraadsvergadering direct behandeld werd en de uitbetaling gauw kon gebeuren.